beginnen. Stilte op de set. 3, 2, 1. Vandaag gaan we een filmpje maken voor de wijkreporters. Ja, leuk hè? We staan hier nu in de Varenstraat bij een heel cool kunstwerk. Maar waarom staan we hier eigenlijk? Nou, ik loop hier elke dag langs naar school. En ik zou wel willen weten wat het standbeeld nou precies betekent. Oké, we kunnen het ook gaan vragen aan de kunstenaar zelf. Hij heet Geert Schiks en hij woont in de Wolfskuil. Ja, leuk. Laten we dat doen. Kom. Hallo, ik ben Geert. Evie. Jana. Oké. En wij zijn van de wijkreporters Wolfskuil en we willen heel graag wat meer weten over het standbeeld van de twee handen. Oké, wat in de wijk staat. Ja. Dat is goed, binnen heb ik informatie, dus dat kan ik jullie het een en ander laten zien. Zullen we gaan? Oké, ja. Ja. We gaan naar binnen, dames. Kijk, dit is nou mijn werkruimte. Mijn atelier heet dat. Dus ook de handen heb je hier gemaakt? Ja, ik heb in deze ruimte geboetseerd, ja. Zullen we aan tafel zitten? Ja. Oké. Heb je dit beeld in opdracht gemaakt en voor wie? Ja, voor de bewonersgroep die nu allemaal daar in die nieuwe huizen wonen. En wat is eigenlijk de betekenis van het beeld dat heeft? Nou kijk, dat kun je ook zien, hè. Je ziet hier twee handen. En dat staat voor dat mensen met elkaar samenwerken. Het staat op de plek in de wijk tussen het oude en het nieuwe gedeelte. Dat heeft een verbindende functie ook, hè, van het samenwerken. En in samenwerking met de bewonersgroep is dit beeld tot stand gekomen. Hoe gaat het als je iets maakt en waar haal je inspiratie vandaan? Nou, als ik iets maak, dan maak ik altijd kleine studietjes. Om te ontdekken moet ik niet zo. Want zo heb ik je handen daar heel achter in de ruimte gepoetseerd. Heel groot allemaal en daarop mallen gemaakt. En daarna was ingegoten en toen in brons gegoten. En de inspiratie? Die inspiratie, ik heb met mensen gepraat, met een aantal mensen die in de bewonersgroep zaten. Ik wilde wat meer informatie hebben, ik wilde de achtergrond hebben waarom ze een beeld wilden. Dat had te maken met het oude en het nieuwe gedeelte van de wijk. En toen ben ik aan nadenken gegaan, omdat ik zelf ook in de wijk woon. En toen dacht ik, ja, het is de woningbouwvereniging Portaal heeft daar geld in gestoken. In samenwerking met de gemeente. De mensen die daar wonen wilden ook iets. En uiteindelijk is dat allemaal samenwerken. En dat vond ik heel belangrijk om dat beeld daar neer te zetten. Dat symboliseert dat gewoon. Is de Wolfskuil ook een inspiratie voor jou? Ik heb een tijdje geleden, een paar jaar geleden, daar aan de Graafsebrug, ken je dat even? De droomwand gemaakt. Ook speciaal voor de Wolfskuil. Oké. Okay. Oh, die. Ja, jij weet het nou. Ik weet niet. Ja, jij weet het. Waar je op kwam krijten. Ja, maar ook andere grote schilderijen, weet je wel. Dan wist ik het wel. Ja. Oké, dankjewel. Dat waren al vragen. Oké. Was het nou een beetje helder? Ja, het was ook heel interessant. En begrijp je nou ook hoe je iets poetseert? Ja.